gaan. Ja, vandaag uitzoeken welke de soort in brawl het beste is. We hebben de schaarhut, tank, schutters, miljoen of helpers, controleurs en aanvallers. We gaan kijken in welke soort het beste. We hebben drie soorten: snelheid, obstakels en. We beginnen met bosjes, de schaarhut, tank en aanvallers. Megan is een Shelly en ik ben Edgar als aanvaller. En Shelly is een beschadiger. Dus ze hebben super veel zin. Oké, dus we verzamelen aan de busjes. We gaan eerst beginnen te verzamelen aan de busjes. En een kleine challenge: je mag niet je gadgets gebruiken of sterren vasten. Waar je allemaal hebt. Er zijn net mensen die dat. Maar jij mag je super sterkwacht en makkelaar gebruiken omdat dat ook niet mag. Je mag in de bosje komen, ik zou dat nog niet maken. Dat weet ik niet. Kom maar, ik zou het niet aanvallen. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ze aanvallen willen. Zo, zacht is de hond van mijn oma dat hij het super goed doet. Dus, ik ga. Ja. En ik ben een Edgar. Doe hier aan de bosjes te verzamelen. Rosa vast is Edgar. Maar ik mag eigenlijk dat met die onder de sterrenkracht mogen, omdat dat automatisch zo is. Wij kunnen daar niks aan doen om te niet activeren. We zijn hier al bij de bosjes. Hier, de bosjes verkochten. De aanvallen zijn gewonnen, wauw. Insane. Aanvallen? Nu moeten de tanks passen voor de schaduw. Nee, de tanks zijn gewoon uit. Nu ben jij een. De aanvallen zijn meer gewonnen. Ja. Dus, speel jij nu met een schutter? Ja, ik zal een brok spelen. Ik zou met een helper spelen. Eigenlijk zouden we, als we het echt eerlijk willen zien, zouden we eigenlijk ze allemaal hetzelfde moeten geüpgraded hebben. Maar ja, hoeveel heb je goed geüpgraded? Maar dat is automatisch kracht 11 nu. Dat is goed. Ik ben een helper. Dus. En ik ben een schutter. We spreken nog steeds af bij de bosjes. In een volgende video doen we dan een andere. Ja. Kijk, het is wel handig, we hebben allebei hetzelfde meesterschap. Ja. Maar Chris speel ik nu echt niet vaak. Maar... Ik ook niet, ik heb hem. We hebben hem allebei, maar we spelen het echt niet. Ja, als hij niet hadden, kunnen we hem ook niet. Ik denk dat jij gaat winnen. Dat zou hopen. 3, 2, 1, 2. Helpers winnen. Schutters zijn af. Weet je wat ik zeer aan de kant vind? Eigenlijk zou je buiten de busjes moeten afsteken. Want als je in de busjes bent, dan moet je het wel zijn. Ja, dat zou waar mij niet vinden. Doen we helpers versus spoilers. Ja, zullen we dat doen? Ben jij de boel? Maar helpers moet je een punt bijschrijven, dat kan ik helemaal. Ja, oké. Helpers, een punt. Gooien, ben jij gooien? Ja, sorry.
dan niet bij jou mijn schoon op te gaan. Ja, oké. Okay. En ik zou dan een controleur doen. Ik zou boos zijn, dat is controleur. Ik ga daar niet op zijn. Ik zou boos zijn. Ik denk nu wel dat jij gaat winnen, want ik moet wel 18 richten. En ik zou weg moeten gaan. Ik span altijd. Een tip, we spannen altijd op dezelfde plek. Dan zei ik iets anders doen. Nu heb ik denk ik één kamer. Hopelijk. Want mijn brein is nu wel echt gekoeld. Ik heb het niet hoeveel brein is het meer. Maar Eva en ik hebben vermoeden dat wij op stapel het brein niet te kunnen. Oké, als je wilt... Ah ja, je hebt zo'n 30 jaar door de hoogte van de kamer. Ah ja, gebeurd. Oké, dus ik heb een controleer. Ja. De gooier is weg. Gooier is weg, controleer. Dus we doen helpers zijn controleer. Ik blijf gewoon. Kus zijn, inderdaad. Want anders is Byron een beetje aan. Byron is wel goed hoor, maar we moeten zitten. Oké, doe maar op. Ik ben klaar. Ik denk nu dat jij weer gaat vinden. Want ik heb zo een sterrenklauw. Jij kan zo niet meer. Ja. Misschien gaan we... Ja, ik kan niks zeggen, want dat maakt gewoon goede bussen. Ik kom niet thuis, eigenlijk is het best. Nee, ik weet niet hoeveel dat je het hebt nu. Ik zit er niet in bos. Nee, dat is niet zo. Oké, als je erin zit, dan is het wel zo. Ben je niet meer, denk ik? Oké. Oh, ik kan je maar hier niet gaan doen. Oké, dus jij bent... Oh. Ja, hallo. Dat is kijkkippen en dat is een gazin en daar zit roemien. Ik heb nog geen boer. Heb je nog geen boer? Ja, roesje heb ik. Mag je ook zeggen, hè, vrienden? Het is altijd dat jullie het niet pakken, hè? Controleur zijn... Ja. Dus het is... Ja. Of roesje heb ik. Jawel. Het is nu helder zijn... Ben jij een helder? Die kan niet zo jij als daar, hè? Ja. Nou, er is maar één echt goede helper en... Nee, zo. Bam. Er is één... Bam. Ja. Bam. Ik denk dat de avond is gaan winnen. Gewoon puur omdat... Kom op. Ja. Oké. Stop maar, denk ik, hè. Dit is een beslissende rondje. En het maakt niet uit van wie is beter dan mij. Echt om het knoppen. Want Eva is een hele goede speler met de sport. Hij is heel raar. En ik ben een hele goede speler met... Jij bent eigenlijk meer van verdingen. Ja. Zie, ga ik zetten? Dat is zo. Doe dat even zijn. Wat doe je? Nog een busje? We zijn. Ja. Dus laten we goed was... spelen. Ja. Dus nu dat je zoveel damage hebt. Maar toen ook moet jij nu heel snel bij je app gaan doen. Oké, ik heb... Ja, ik heb een gadget waardoor ik heel veel zou winnen, maar ik ga je nu echt niet eens. Ik heb daar dan weer. Zie je dat? 3, 2, 1, 2. Ja, zou wel een hele puntje. Oh, we hebben het wel. Nee, nee. Ja. Ik kan me super raar in mijn zin. De aanvallers zijn blijf, hè. Kom aan nu. Dus, en degenen die ook wel echt nog goed zijn, zijn controleurs, helpers en aanvallers.
kijk, dit is niet meer op één taal. Kijk, dit is het. Kijk, dit is net als een video. Dus in een volgende video gaan we allemaal leuke dingen doen. Gaan we de andere doen.